Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar Ga naar de dierenarts. Mijn naam is Pieter Nonhebel en ik neem jullie van nu tot 12 uur door deze webinar mee. En we gaan het vanochtend hebben over dierenwelzijn en hoe we daar voor kunnen zorgen dat het daar goed mee gaat. Wat doet een specialist dierenwelzijn bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland? De wet dieren. Er komen meldingen binnen bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Zij gaan controleren of overtredingen zijn op de wet dieren. En indien zij dat aantreffen, maken zij een rapportage. Ze sturen die rapportage op naar mij, naar mijn team, bij RVO. En wij beoordelen de rapportage en we gaan kijken van of er inderdaad een overtreding is van de wet dieren. Nou, en is dat zo, dan krijgt de betrokkenen om wie het gaat een brief van ons. En in die brief staat dat ze een bestuursrechtelijke maatregel moeten nemen. Nou, in dit geval, als er een ziek dier wordt aangetroffen, dan krijgen ze een maatregel dat ze met het dier naar de dierenarts moeten. Ze krijgen daar een aantal dagen de tijd voor om dat zelf te gaan herstellen. Nou, en doen ze dat niet, dan komt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming weer op bezoek, gaat weer controleren. En is er inderdaad nog sprake van een overtreding, dan nemen ze contact op met mij. Ze bellen met de RVO om aan te geven dat het dier nog steeds de nodige zorg moet onthouden en dat er dus een overtreding is op de wet dieren. Ik geef dan toestemming aan de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming om het dier mee te nemen naar een dierenarts. Vervolgens wordt het dier onderzocht door een dierenarts en wordt er weer contact met ons, met RVO, opgelegd. En wij gaan dan kijken van oké, wat scheelt eraan met het dier? En wat is het behandeladvies? Wat moet er gebeuren? Soms dan kan het dier gewoon weer terug naar de eigenaar met medicatie en met een behandelplan. Soms moet een dier geopereerd worden, dus dan verblijft hij eventjes bij de dierenarts en kan die daarna terug. Ja, en helaas komen er soms ook gevallen bij dat een dier zo ernstig ziek is dat hij intensieve zorg nodig heeft. En dan besluiten wij uiteindelijk een dier in bewaring te nemen. Dus het dier gaat niet terug naar de eigenaar, wordt bij ons bij een opslaghouder in bewaring genomen. Landelijk informatiecentrum voor gezelschapsdieren. En daar vind je eigenlijk van hamster tot paard. Alle informatie voor huisvesting, verzorging. Eigenlijk alles wat je eigenlijk van tevoren moet weten voordat je eigenlijk een dier aanschaft. De Minima-kliniek, wat kan die betekenen? Ja, het vervelende is dat er alleen bij ons in Groningen dus eentje is op dit moment. Dus voor de noordelijke provincies vooral. Wij rekenen gewoon een veel lager tarief. En het is in combinatie met de schuldhulpverleners veel makkelijker voor die mensen, veel laagdrempeliger om naar de dierenarts te gaan. De factuur kan ik vaak opsturen naar schuldhulpverleners, waar ik al bekend ben. En weet ik dus zeker dat het betaald wordt. En die mensen die hebben gewoon zorg voor het dier. Hey, en wat voor situaties kom jij dan tegen? Kan je er een paar noemen van bijvoorbeeld de laatste maand of zo? Nou, de top 3 meldingen zijn honden, katten en paarden. Met katten zien we heel veel in de rassen, de soorten met lange vachten, de vervilterde vachten, lange nagels, de gevolgen van beginnende of vergevorderde nierziekte, allerlei ontstekingen in de vacht. Bij honden ook wel veel, met name bij honden, de gebitsproblemen. Dieren die zo verzwakt zijn omdat ze of ziek zijn en daardoor notitieapparaat gaan, adressen waar ze gewoon niet tevreden krijgen. Want je kunt een dier hebben die mager wordt, dan moet je naar de dierenarts. Je kunt ook een dier hebben die niet tevreden krijgt, die wordt zo mager dat die uiteindelijk bij de dierenarts trekt. Preventie is gewoon heel belangrijk en voorlichting zou ik zeggen in dat geval. En vooral ook dat er zulke soort wetten bestaan als handhaving. Voor dierenwelzijn, dat weten heel veel mensen ook niet. En dat ze er dus ook daadwerkelijk op aangesproken kunnen worden. Dus, en dat je voordat je begint aan een dier, lees je er alsjeblieft goed over in. Wat het kost en wat het inhoudt. Wat ik ook mee wil geven aan de kijkers, is dat het belangrijk is dat mensen zich verzeggen dat er ook in de wet staat dat als je een dier ziet wat hulp behoeft, dat je een wettelijke verantwoordelijkheid hebt. Dat niet alleen de houder van dat dier dat heeft, maar een ieder die constateert dat een dier hulp nodig heeft, heeft ook de verantwoordelijkheid daar iets aan te doen.
Nou ja, en kijk inderdaad ook naar de andere initiatieven. Heb je inderdaad geen grote portemonnee en er is inderdaad een voedselbank voor dieren. Kijk, dan kun je die kosten alweer besparen voor de juiste voeding voor het dier. En dan kan er eventueel wat geld opzij gezet worden voor andere zaken, zoals inderdaad de medische kosten. We moeten met elkaar samenwerken. De gemeente, de hulpverlening, de GGD, GGZ, de woningstichting. Om zo de situatie voor de betrokkenen, de mensen te verbeteren. En daarmee het dierenwelzijn ook te verbeteren.